Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en dat kunnen we ook zien op de satellietfoto van 6:30 vanochtend. Af en toe klaart het wel even op. In de loop van de ochtend en vooral vanmiddag zal dat in het noordwesten het geval zijn. Uit de bewolking kan op een aantal plaatsen nog wel wat regen of motregen vallen, maar dat is slechts op een aantal plaatsen. De maximumtemperatuur ligt tussen de 11 en 13 graden en er waait een zwakke of matige wind uit het noordoosten. Ook vanavond is er nog veel bewolking, af en toe klaart het even op. Halverwege de avond is het afgekoeld tot een graad of 9 en er staat niet al te veel wind. Morgen op dinsdag hebben we opnieuw te maken met veel bewolking. Vooral in de kustprovincies zou in de loop van de dag de zon wel even kunnen doorbreken. Verder kan er nog steeds verspreid in het land wat lichte regen of motregen vallen, maar het stelt weinig voor. Het wordt 11 tot 14 graden bij een matige noordwestenwind. Woensdag krijgt de bewolking overal weer de overhand en de bewolking neemt verder ook in dikte toe. Later op de dag vanuit het westen gaat het een tijd regenen. Ook donderdag nog kans op wat regen, vrijdag op de meeste plaatsen droog en weer wat zon. De middagtemperatuur ligt rond 13 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.